voor een nieuwe vlog. Wat leuk dat jullie weer meekijken. Het is inmiddels al bijna 12 uur. En ik ben naar therapie geweest en heel even snel de stad in. Het is rustig. En dan kan ik iets kopen voor onze... Oh. Onze kledingkast. Kijk eens, hij staat er. We zijn zaterdagavond laat begonnen met het in elkaar zetten. En gisterenochtend heeft vriend Lief het afgemaakt. Ik wil heel graag hier nog andere grepen. Ik heb hele mooie houten grepen gezien. Zoals de vloer, een soort licht eiken. En ik denk dat ik die erop doe om niet te veel goud door te voeren. Voor nu zit hier mijn kleding en de jassen. We gaan het helemaal anders indelen hoor, maar we hebben het even zo opgehangen. En hier de kleding van mijn vriend. Ik heb wel wat kratjes gehaald bij de Hema. Ze hadden alleen maar twee zwarte grote. Hij past hier prima. Ik zit met die hoogte. Kijk, hij kan er net in en uit. Dus ik denk dat ik deze kratten ga gebruiken voor onze winterkleding. En er is op dit moment nog geen vlog online. Want ik ben nog niet klaar met editen. Ik heb zo'n druk weekend gehad. Ik was elke dag de hele dagen weg. Ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Dus ik ga nu zorgen dat ik mijn vlog afmaak. En dan, ik ga wat eten, ik heb honger. Zo, het is inmiddels al 1 uur. Ik ben nu de video aan het uploaden. En ik ben klaar met editen. De winterkleding is uiteindelijk in die twee mandjes terechtgekomen. Daar zijn nog een paar winterschoenen van mij. Zeg maar mooie hakken. Onze kleding hangt dus nu zo. En dan heb ik hier... de winterjassen gehangen of de andere jassen, tussenjassen, et cetera. En dan hier had ik dus gekozen om niet het plankje te doen, maar ik wil toch het plankje. Want ik denk, ja, niks is zo lang. Je kan hier nog het plankje op de onderste doen. Hier, zeg maar, of zelfs hier. Nee, op de onderste. En dan kan ik daar nog spullen op leggen. En dan zou ik bijvoorbeeld hier winterschoenen kunnen bewaren. En het mooie is dat ik hier al een stuk opgeruimder ben. Want ja, projectkast komt er dus nog aan. Maar mijn doel is om dit steeds vrijer te krijgen van spullen. Want anders, ja, hoe moet ik beginnen aan dit project? Deze hele bak is dus leeg. Deze kast moet nog weg. Nou, en ik heb het nog voor elkaar gekregen om deze hele mand weg te werken aan spullen. En dit is allemaal kleding. We hebben het eerder gehad over dat opruimen een continu proces is, een doorlopend proces. Dat je blijft editen en zo blijkt het maar. Want ik heb pas geleden nog wat dingen opgeruimd en nu kon ik alsnog meer dingen wegdoen. Toedels. Toedels. Het is nu al 4:30. Ik heb vanochtend gewerkt en ik ben even bij mijn schoonzusje geweest met Juana. Eén van mijn schoonzusjes dan, ik heb er twee. En het was super gezellig. Gewoon even buiten gezeten, even zitten kletsen. Dit laten zien, dat heb ik dus toen afgelopen keer laten zien, zeg maar, aan het haakje, maar niet aan. Ja, kijk, dit is dus best wel licht en mijn kleuren zitten er wel in. Dus het is mijn kleur, maar als ik dus dit niet heb, dan ben ik een stuk lichter en dan en net een beetje wat meer contrast. Ja, dus... dit en dan gewoon met witte gimpen eronder. Ik ga eens even lekker lezen. We zijn net thuis, dus ik ga even wat water drinken. En ik ga even deze lezen. En wat ga je doen? Ik ga toch op YouTube kijken. Wat dan? Hey, oh, dat. Hij ging van 18% naar 19%. Gisteren is de elektricien geweest om ons lampje op te hangen. Ik zal jullie even snel laten zien. Maar hij klapte er steeds uit. Het was in het begin ook. Toen hebben we een nieuwe besteld. Doet hij het ook. En wij dachten, nou, het zal wel iets van de stroomkabels zijn. Maar dat is het dus niet. Het ligt echt aan het lampje. Dus ja, nou, dan kan ik dat weer gaan regelen. maar ja, dit wil ik gewoon afzien. Ik wil het gewoon af hebben. Voilà. Dit is gezellig. Voilà, stickers aan het maken. Nee, is niet zo mooi, maar dat maakt niet uit. Nee, maar je hebt een hele mooie sticker voor mama gemaakt. Op mijn telefoon, waar is die? Het is een beetje... mama. Zie, dan moet je wel de camera pakken. En dan hoef je niet te praten, dat is toch grappig. Dan wordt het zo'n beetje Amerikaans, zo net, weet je wel. Scripted reality. Ja. Oh. Nee, 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 ja. Ik heb... een boek nodig als kussen, want dan is het nog, nog raarder. Oké. Okay. Hè?
Wat doe jij nou hier? Oh. Hallo? Ah. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga de sleeping oprollen. Met jou erin. Woensdagochtend. Ik ben al de laatste half uurtje aan het editen. Het is nu 7:50. En ik heb niet zo goed geslapen. Een beetje onrustig. En weet vanavond weer opnieuw. Een beetje wat eerder weer in bed te liggen. Ik had gisteren een best een rustig avondje. Alsnog was het slapen een beetje onrustig. Ik denk ook door de warmte en dat. Maar goed. Vandaag heb ik plannen. Ik ga naar Tiel. Een flinke klus, want ik moet alles van mijn auto naar de andere auto overplaatsen en zware dingen. Gelukkig werkt mijn vriend vandaag vanuit huis, dus dan kan hij me even helpen om alles in de auto te zetten. Ik ben even op bezoek bij mijn tante in Tiel en we zitten hier lekker onder het aftakje even een bakkie te doen. En het zwembad van de kinderen staat daar, heerlijk. Ik heb een hele auto volgeladen met spullen. Auto is helemaal volgeladen. Kunnen jullie bijna niet zien. Nou, ik ga wat yoghurt eten. Gewoon met banaan en aardbeien nu. En ik heb deze gekocht. Van havermout. Ik vind hem niet super lekker. Daar ga ik heel eerlijk mee zijn. Maar als ik dan nog wat Griekse yoghurt erbij doe. Dus een beetje minder Griekse yoghurt. Hè, dus dat een beetje compenseert. Dus normaal deed ik dan zeg maar 2,5 eetlepels. Als ik dan een beetje van dit doe en dan een anderhalf lepel of één lepel Griekse yoghurt, is het prima te doen. Misschien is het ook een gewenning hoor, dat ik gewoon even moet wennen aan de smaak. Ja. Maar ik ga dus nu dit even eten. Een van mijn abonnees, waar ik heel leuk contact mee heb zo via de reacties, die vroeg of ik misschien een paar persoonlijke vragen... Ik zal hier dicht om het vanuit. Ik let zo... Die vroeg of ik een aantal persoonlijke vragen over mezelf wil beantwoorden in een vlog. Ik denk, nou dat is leuk. Nu zit ik even uitpuffen en dan maak ik daar even gebruik van. Even kijken. Ze vraagt, op welke leeftijd ben je naar Colombia gegaan? En wat maakt het dat je of jullie weer naar Nederland zijn gekomen en waar voel je het meeste thuis? Even voor mijn nieuwe, voor mijn misschien nieuwere abonnees of mensen die mij misschien al lang volgen en niet veel weten over waar ik ben opgegroeid en dat. En waarom ik een bepaald accent heb die ik niet hoor, maar blijkbaar heb ik hem wel. Soms als ik mezelf, als ik aan het editen ben, dan hoor ik wel dat ik het en de... niet goed gebruik en zo. En het gekke is, als ik gewoon aan het praten ben, heb ik het niet in de gaten. Maar als ik mezelf terugzie, denk ik, volgens mij heb ik dat niet goed gezegd. Maar even kijken, ik was 6 jaar oud toen ik naar Colombia ging met mijn ouders en mijn broer. Mijn broertje was toen 5. En mijn ouders, die zijn zendelingen. Ik ga er niet heel erg op in. Maar mijn vader heeft altijd een roeping, noemen wij dat. Of gewoon een gevoel gehad om eerst naar Bolivia te gaan. En uiteindelijk is dat Colombia geworden. Dus ze werken daar nog steeds, al 33 jaar. Dus dan weet hij ook meteen mijn leeftijd, als je snel rekent. En ja, even kijken. Ja, dus ik was 6. En ik heb daar, het was heel raar in het begin om daar te komen, dat weet ik nog, met het eten en de taal. Alhoewel, als kind leer je natuurlijk heel snel. Dus mijn moeder zat ik binnen 6 weken al, we zaten op een christelijke school, dat ik al binnen 6 weken de Bijbelversen kon nazeggen in het Spaans. Dat deel kan ik me niet allemaal herinneren. Ik heb vage herinneringen. Dingen die ik ook heel leuk vond, heel spannend. En als kind beleef je het natuurlijk heel anders. En ik maakte heel snel vriendinnen daar. Maar ook zendelingskinderen. Die mij ook heel veel Engels hebben geleerd toen. En ik ging toen Engels en Spaans leren tegelijkertijd. Nederlands heb ik nooit gestudeerd. Ik ben nooit op school geweest waar ik Nederlands
leren of Nederlandse grammatica of wat dan ook. Dus hoe ik praat of wat ik schrijf is gewoon van het lezen zelf en van in Nederland wonen. En mijn vader en mijn moeder die spraken altijd wel Nederlands thuis. Nou, en toen ik 19 was, ben ik naar Nederland gekomen om mijn studie te volgen. Ik heb communicatiemanagement gedaan in de Hogeschool Utrecht. En toen ik nog niet helemaal klaar was, ik moest het op mijn laatste jaar doen, had ik heel veel heimwee. Ik kon me niet aarden in Nederland. Ik ben een soort wereldburger. En toen ik 19 was, 20, ja, mijn identiteit was nog niet helemaal gevormd. En ik vond het gewoon ontzettend moeilijk. Ik miste mijn ouders heel erg veel. En gewoon mijn omgeving. Ik ga niet zeggen dat ik nog heel veel vrienden over heb gehouden in Colombia. Jammer genoeg niet een aantal. Maar ja, je bent toch altijd een beetje... Je hoort er niet helemaal bij. Laten we zo zeggen. Dus toen was ik 19 toen ik naar Nederland kwam. En ik was 22 toen ik terugging naar Colombia. Daar ben ik begonnen aan de studie reclame. Dat was 5 jaar. In die tussentijd heb ik toen mijn ex-man ontmoet. En zijn we toen ook getrouwd. En was ik zwanger. Was ik nog niet klaar met school. En toen ik... toen Juana net geboren was. Toen was ik net 27 toen werd Juana geboren. Was ik 26? 27 toen Juana geboren werd. En toen was Juana 5 weken oud. Toen ben ik naar Nederland terug geëmigreerd. Ik moest sowieso de laatste jaar van mijn studie afronden. En ik moest al de vakken doen en de scriptie schrijven. En ook voor de opleiding die ik in Colombia deed, had ik al mijn vakken af. Ik moest alleen de scriptie. Ik was al druk bezig met de scriptie. Toen ik zwanger was, net na de bevalling, Juana was denk ik 3 dagen oud. En zat ik weer te schrijven aan mijn scriptie, dat weet ik nog. En uiteindelijk zijn we dus naar Nederland verhuisd. Zwaar, was heel zwaar. Ik was ook een lange tijd zeg maar alleen. Dus zonder mijn ex-man. En met de baby, pasgeboren baby. Ik moest weer naar school. Zij was 6 weken oud. Ik ging weer terug naar school. Toen ze 11 weken was, heb ik haar naar kinderdagverblijf moeten brengen. Ik moest me hier aarden. Ik kende eigenlijk helemaal niks. Ook niet met een baby. Mijn moeder was er niet. Dus het was een hele, hele zware tijd. Een moeilijke tijd. Die ik dankzij ook therapie heel goed heb kunnen verwerken nu. Want ik heb het altijd een beetje verdrongen. Ik heb ook een... ze weten nog steeds niet of ik een postnatale depressie heb gehad. Of gewoon overspannen ben geweest. Maar ik ben er gewoon dwars doorheen moeten gaan. Maar goed. Dat is allemaal los daarvan. En de reden waarom ik terug ben gekomen is voornamelijk toen ik Juana kreeg. Toen in één keer ging een switch om en ik wou niet meer in Colombia zijn. Het is een prachtig land, maar het is een onveilige land. Ik heb heel veel gezien, heel veel meegemaakt. Dingen die ik nooit wil dat Juana meemaakt. Desondanks dat mijn ouders daar super mooi werk doen en ik ben hartstikke trots op ze. Is het niet mijn roeping, zeg maar. Maar ik heb geen enkel dag spijt van de keuze die ik heb gemaakt. Ik ben zo blij. En nu achteraf kan ik zeggen, ik ben hartstikke trots op mezelf. Dat ik die stap heb gezet met een pasgeboren baby. En ik geniet van Nederland. Ik vind dat we in een prachtig land wonen. Ik vind het ook gewoon mooi. Ik heb in Colombia gewoond. En tropisch, subtropisch. Nou, je hebt allerlei soorten klimaten. Prachtig mooie natuur, oerwoud. Ik woonde ook een beetje in de bergen. Dus ik ben ook echt een buitenkind geweest. Altijd buiten spelen. Mijn broer hebben een boomhut gebouwd. En we speelden buiten en met dieren. We hadden honden, katten. We woonden echt in de bergen een beetje. Dus het was echt prachtig wonen. Nog steeds wonen mijn ouders daar. En dat mis ik wel. Het land zelf mis ik niet. Soms mis ik wel. Ik kijk soms video's van mensen in Colombia of zo. Gewoon door de taal. Dat mis ik. Bepaalde etensoorten. Toch hoe het daar allemaal gaat. Maar ik heb geen enkel dag spijt. Ik ben ontzettend gelukkig in Nederland. We leven in zo'n prachtig, mooie, veilige land. Alles is goed voorzien. En los daarvan, het is gewoon een heel fijn land om te leven. Geloof mij maar. En ik ben gewoon dankbaar en blij dat ik hier ben. Dus ik hoop dat ik daar ook jouw vragen heb geantwoord. Wat je aan me vroeg via de reacties. En nog een beetje een verhaal erbij. Nou, dat wil ik toch met jullie delen. Ik heb een bijzondere salade gemaakt. Want er zitten radijsjes in. En dillen, verse dillen. Die ik vandaag van mijn schoonzusje heb gekregen. Ze heeft de liefde ontdekt. De passie ontdekt voor een beetje tuinieren. Op heel kleine schaal. En ze had dus voor mij 3 lekkere radijsjes vandaag.
Wat waren het? Drie van die stengels, zeg maar, dillen. Dus opgesneden. En hier een salade gedaan. Oh, ik heb er zin in. Oh, ik heb zo'n zin in. Een tosti. En ik heb dit heerlijk brood. Deze is een zuurdesem broodje gekocht bij de markt. Eet niet veel brood. Gewoon, ik weet niet. Niet dat ik een probleem ermee heb of zo, maar ik eet liever crackers. Maar dan soms heb ik zin in zo'n broodje. En dan doe ik hem nu lekker met kaas in het tosti-ijzer. Mm. Ik heb vanochtend nog de reveal gefilmd van de video die jullie hebben gezien van schoonmaken. Nou, dat schoonmaken heb ik gedaan dus afgelopen week maandag. En vandaag heb ik de reveal gefilmd, want ik kwam er gewoon maar niet aan toe. Dan heel stiekem heb ik dus dit gefilmd, maar niet dit. Nou, dat is het mooie dus van filmen en editeren, is dat ik dit heel mooi heb gefilmd, maar dit niet, want dit staat er nog. En onze rek, die bewaren we, die gaat aan de schoonmama. En daarmee moet ik naar de stort. En het is nu zo warm, ik heb er echt geen zin in. Ik heb echt geen zin om aan de stort te rijden nu. Nou, ik heb me toch een nacht achter de rug. Ik ben vanaf 4 uur wakker. Ik heb zelfs mijn moeder gebeld, want ik bleef maar een beetje piekeren en malen. Ik weet niet wat dat is. Ik heb van die momenten, ik denk dat het ook met mijn hormonen te maken heeft. Ik ben nu dus even gestopt. Ik moet dan 1 keer in zoveel tijd stoppen. En dan, ja, nu ik voel me niet helemaal, mijn lichaam is een beetje, staat me een beetje in de weg. Maar dat gaat ook wel voorbij. Ik herken het gewoon, ik herken die fases. Dus dan weet ik ook dat het tijdelijk is. Alleen heb ik van 4 uur... tot 6 uur ben ik wakker geweest. En dan heb ik nog een uurtje geslapen tussen 6 en 7. Toen ging Juana's wekker en toen moest ik gewoon opstaan. Zo, een beetje buiten adem. Ik ben net naar de markt geweest en ik moet echt lachen. Ik heb een bos bloemen gekocht. Ik weet niet meer hoe die heten hoor. Maar kijk eens hoe groot. Ik zei ja, ik heb een lange vaas. Ik moet de blad eraf halen. Snijden en in koud water. Nou, wel heel zomers toch, hè? Ik heb de boodschapjes bij de markt gehaald. Ga ik even uitpakken. Want vandaag werk ik niet. Ik heb gisteren gewerkt. Ik heb geen bril op. Ik had mijn zonnebril. Zo. En die is dan... Zo, dit is ook op sterkte. Dan hang ik hem even zo neer. En dan kan ik gewoon mijn andere bril weer doen. Maar goed, ik werk vandaag niet... Want ik heb gisteren gewerkt, omdat het vandaag zo heet zou worden. Gisteren was het ook heel warmer. Maar ik heb even gewoon die dagen geswitcht. En ik ga vandaag met mijn collega en nu ook goede vriend een happy eten in de stad. We gaan tegenover de Sint-Jan, of echt in de tuin van de Sint-Jan, hebben ze een soort horecagelegenheid gemaakt. Voor nu, tijdens deze coronatijd zeg maar. Zodat ze gewoon meer ruimte kunnen bieden aan die horeca-ondernemers. Dus we gaan daar eten. Gewoon echt, echt pal naast de Sint-Jan. Superleuk. Hij komt me ophalen. 11:50. En we dachten, nou, we gaan gewoon zonder aanhang. Lief is hij aan het werk thuis. En zijn man is, denk ik, ook gewoon op werk. Super gezellig.
gezellig met mijn collega. We hebben echt zoveel gelachen. Ja, het is een collega die gewoon een goede vriend is geworden. En we hebben ontzettend veel gelachen en lekker gegeten. Echt heel veel gegeten. En hij bracht mij dit tasje. Die heeft zijn moeder voor mij gemaakt. Handgemaakt, handgehaakt. Er zit een leuke voering in. Nou, ik ben helemaal blij zo voor de zomer. Dat vind ik echt zo leuk. Gewoon lief en ook gewoon leuk voor de zomer. En ja, gewoon. Ik draag hem echt met trots. Kijk. En plus, alles past erin. Ik ga Juana nu wegbrengen naar Tiel. En dan gaat ze naar de vader. Ik ga nog even langs mijn tante. Nou, het is zaterdag. En het is tijd. Ik ben net thuis van de boodschappen doen. En de boodschappen afzetten. We hebben spullen in de auto gedaan om zonder de stort te gaan. Dus we hebben er al een ochtendje op zitten. En ik ga even ontbijten en even die was wegwerken. Even strijken, want ik heb er nooit zoveel zin in. Maar dan heb ik dat gehad. En dan kunnen we iets leuks gaan ondernemen. We weten nog niet wat we gaan doen. Maar ja, sowieso even de deur uit. We zien het straks wel. Mijn schoonmoeder zit aan de bietensap. En ik dacht, ik doe vaak bieten in een... maar ik doe bieten in een shake. Daar vind ik het niet al te lekker in. Ik dacht, ik ga het dus zo proberen. Het is 100% bietensap. Er zit niks anders in. Staat ook op de ingrediëntenlijst. Niks anders toegevoegd. Het ruikt echt naar bieten. Naar rode bieten. En ik ga het gewoon in één keer opdrinken. Niet mijn smaak. Maar ik kan best wel één glaasje van dit per dag drinken. Even doordrinken.